Ja, ik moet nog wat kleur voor de kerstmis. Ik heb er weer iets gekocht voor de vermin. Ik wist gelukkig de maat nogal. Ik denk zoiets, twee keer. Nou, de meisje wist de maat wel. Dus ik ben er weer mooi ready. Een stikte pak naar alcohol, hè? Dat is echt een keelpak, geloof ik. Welkom bij aflevering 18 van Hennessy. Tja, het weekendje Oostenrijk zit erop. Veel gloeiwijn gedronken, veel sneeuw en weinig lol. Glad veld. Dat was nog gestrooid, maar dat was 5 december. Dat was veel te vroeg, man. Die Oostenrijkers, die snappen er niks van. Hebben we maar met z'n allen een liedje van Gratis gezongen. Moeder, het is weer mis, omdat het afgelast is. Had het bij jullie ook zo gesneeuwd? Nou, we het toch over Gratis hebben. Deze keer aandacht voor de man die elke thuiswedstrijd bij ons nog in gedachten is. Als de tweede helft begint, al moet ik kruipen van Gratis van Nimwegen. Wat een heerlijk lied. Ik wil er altijd vrolijk van als ik dat hoor. En dan meezingen op de tribune. Heerlijk, mensen. Dat moet blijven. Dus laat je vrijdag horen. 3 punten moeten we hebben. Tegenstander Haarlemmond. Die broers Willy en René van de Kerkhof en Barry van Uylen en Willy van de Kuilen en Hans Schillenhuis, die zijn daar allemaal geboren. Verder weet ik niet zoveel van jullie. Ja, die Roy Hendriksen, die trainer, die heeft nog bij ons gewerkt. Ja, hij was aanwezig. Voorspelling 4-5-0 en niet minder, jongens. Heb ik van de week toch weer iets meegemaakt? Loop ik in de Hezenstraat langs de kroeg, rolt er een vent uit. De kop kapot, bloeien als een rund en hij loopt weer naar binnen. Werd hij er weer uitgeslagen. Dat ging zo 3 keer. Ik zit in die vent, waarom geven we steeds naar binnen? Je wordt er steeds uitgeslagen. Toen zei hij, dat moet ik wel, want ik ben de kastelein.